Welkom hier op Ameland. Mijn naam is Jacqueline van Druten en ik mag vanochtend uw gastvrouw zijn. Fijn dat u de oversteek heeft mogen maken voor deze speciale dag hier op Ameland. Want vandaag wordt de volgende stap gezet in de verdere verduurzaming van de energievoorziening op het eiland. We hebben een mooi programma is er samengesteld. We beginnen zo eerst met de uitleg waarom nou een slim en innovatief energienet. En hoe doe je dat dan en wat zijn de stappen die gezet gaan worden. Daarna heeft u de kans om de mogelijkheid om de 8 convenantpartners die hier alle aanwezig zijn. Om die te vragen naar hun rol en betrokkenheid in dit convenant en in die samenwerking. En in dat innovatieve energienet. Hè. Wat gaan ze nou precies doen, wat houdt dat in? En dan sluiten we af met een rondleiding over het eiland waar u de duurzame projecten die reeds gerealiseerd zijn kunt bekijken. En ook daar wordt de link gelegd naar die toekomst. Want hè, wat wordt er dan met het zonnepark gedaan in dat innovatieve energienet? Maar goed, laten we beginnen bij het begin. En tegenover mij zit burgemeester Albert de Hoop. Hij is burgemeester en tevens initiatiefnemer van het convenant Duurzaam Ameland. U mag naar voren komen. En dan gaan we het hebben over het heden en het verleden, maar vooral over die toekomst. Tja, Ameland en duurzame energie, dat is toch een bijzondere combi voor veel mensen. Want waarom nou Ameland en waarom die koplopersambitie? Ja, die vraag die wordt me vanaf 6 uur vanochtend gesteld. het snelle antwoord is ja, waarom niet? Maar goed, waarom wel? Ameland heb ik van begin af aan gezegd in 2006. Als je innovaties wil gaan doen op duurzaamheidsgebied, moet je punt 1 vooral een eiland nemen. Want een eiland is een omsloten geheel. Daar wonen mensen die al gewend zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat past al eeuwen in de traditie van de eilander. Maar wil je een zuiver experiment doen, dan moet je ook vooral een eiland nemen. Want dan kun je alles meten wat er op en afkomt. Dus dit was de ideale kraamkamer om dat te doen. Dat is inmiddels ook Europees is dat ontdekt. Want in het Smart Island statement die we een paar weken geleden hebben ondertekend in Brussel, heeft ook de Europese Unie, de commissaris, heeft uitgesproken dat eilanden bij uitstek geschikt zijn om dit soort dingen te doen. Ja, en waarom nog meer? Ja, omdat we een bijdrage willen leveren aan het klimaatakkoord, aan de opwarming, tegen de opwarming van de aarde. Omdat we een verantwoordelijkheid hebben, vind ik persoonlijk, in elk geval als mens, dat we voor onze kinderen en kleinkinderen deze aardbol op een goede manier moeten overdragen. En daar hebben we een opgave in te doen. En het grappige is, dat kunnen we ook gewoon. We hebben de techniek om het te doen. En dat heb ik vanochtend op de radio gezegd. Ja, als je het kunt doen, dan moet je het ook vooral niet laten. Moet je het gewoon doen. Heel mooi. En die koplopersambitie, want Ameland wil 15 tot 20 jaar voorop lopen in de energietransitie. Waar komt die drive vandaan? Ja, daar zit natuurlijk ook een beetje qua jongensachtig gevoel in. In de zin van als je dan een verschil kunt maken, als dat ook nog past bij de PR van het eiland, als dat goed voor het toerisme is, omdat wij graag willen dat die mensen naartoe komen die een goed gevoel hebben bij het verblijf hier op het eiland en dat ook op een nette manier willen achterlaten, ja, dan is dat ook een uitdaging. En dat wordt ook dan een klein beetje een wedstrijdelement. Maar het is gewoon leuk. Het geeft energie om met energietransitie bezig te zijn. Heel mooi. En volgens mij, ik hoor vaak mensen ook zeggen, hè, Ameland, hoe kan dat nou een voorbeeld zijn? Maar klopt het dat alle elementen hier aanwezig zijn? Qua partners bijvoorbeeld? Of, Nou ja, partners, maar ook in vergelijking met andere gebieden van Nederland, als je kijkt naar energiegebruikersgroepen, zeg maar. Ja, nou, ik denk wel dat alle elementen hier aanwezig zijn. Van industrie tot particulier, tot kleine ondernemer, tot grote ondernemer. Dus dat kan overal. Het bijzondere van het eiland is weer, en dat is weer dat zuivere experiment. Elders aan de vaste wal loop je altijd met gebieden die weer interferentie hebben met de omgeving. Op een manier die wat moeilijker afsluitbaar is. Je kunt er heel moeilijk een hek omheen zetten. Hier om het eiland staat een natuurlijk hek, dat is het water. En daardoor is het veel beter behapbaar om te kunnen in een klein te kunnen bekijken van wat doet zo'n microsfeer als een gemeenschap op Ameland. Wat doet dat allemaal met energiegebruik en verbruik en bezuiniging en innovatie? En alles wat je hier dan aan ideeën opdoet, kun je ook weer extrapoleren in het groot naar de rest van de wereld.
Heel mooi. Volgens mij zei u net al het jaartal 2006-2007. Oh, volgens mij komen er wat mensen binnen. Welkom. Er zijn al heel wat stappen gezet op weg naar die duurzame energievoorziening. Wat is er zoal gebeurd de afgelopen jaren? Ja, heel veel dingen. Ook dat zijn weer van die zaken. Mijn ervaring is, je kunt over duurzaamheid en vooral over innovaties in duurzaamheidsgebied heel erg lang praten. Maar dat is ook een beetje een Nederlands eigenschap. Wij zoeken altijd naar het nieuwste. En ik heb het voorbeeld wel eens gegeven. Als ik naar de mediamarkt ga, komt toch niet op televisie. Als ik naar de mediamarkt ga om een nieuwe televisie te kopen, dan kijk ik rond en dan kan ik moeilijk tot een keuze komen, want het aanbod is zo groot dat ik telkens het idee heb dat ik het verkeerde product koop. En als ik dan met iemand ga praten, dan zegt hij, nou, volgende week komt er een nieuwe uit. Dan denk ik, nou ja, dan kom ik volgende week terug. Maar volgende week daarna komt er weer een nieuwe uit, dus ik koop hem nooit. Zo zijn we ook met duurzaamheid innovaties hier begonnen. Toen wij met de eerste convenantspartners hadden over het busvervoer. Toen zeiden we, god, het is toch gek eigenlijk. Hè? Dan komt die gas bij Ameland boven de grond en we rijden in een dieselbus. Kan dat nou niet beter? Kunnen we dat gas wat hierboven komt nou niet in die bus stoppen en daarop gaan rijden? We weten allemaal wel dat dat niet rechtstreeks in die bus kan, maar het idee daarbij was wel goed. Nou, toen op dat moment was het maken van een gasvulstation en het rijden op gas was proven technology. Het kon eigenlijk niet uit hier op het eiland, want de mobiliteit was niet groot genoeg. Maar je kon het wel doen. Terwijl het niet de hipste uitvinding was. Bij TNO waren ze met veel hippere dingen bezig, maar die waren niet te koop. Nou, dus we hebben bijvoorbeeld die gasbussen neergezet. We zijn met het waterstofproject begonnen om te kijken of je waterstof kon toevoegen aan aardgas. Dat wist de industrie al lang, maar kun je dat ook in huishoudens? En wat vinden huishoudens daar dan leuk aan? Kun je het eitje nog steeds bakken? Dat hebben we hier gedaan. We zijn met kleine projecten op zonne-energie begonnen. We zijn met mini-WKK's begonnen. We zijn met HRE-ketels begonnen. Dat is een project die nog een beetje pijnlijk heeft gelegen op het eiland. Maar ook dat was een experiment. En een experiment kan ook mislukken. Dus dat was een techniek die het gewoon niet goed deed. Dan heb je dat ook uitgeprobeerd. En nu zitten we alweer in de volgende fase met onze warmtepompen. En die doen het wel heel erg goed, kennelijk. Dus zo moet je voortdurend bezig zijn met ontwikkelingen. En we hebben hier heel veel projecten aangepakt. Vaak waren ze klein en inmiddels zijn ze groot geworden. En het zonnepark is daar wel het meest zichtbare van. We waren de grootste verleden jaar, zijn we niet meer. Maar het was ook geen wedstrijd. Maar het staat er wel. En we hebben het wel gedaan. Dus ja, zo moet je steeds verder evalueren. En eigenlijk is mijn opvatting, je moet dat doen wat je kunt doen met de techniek die er op dat moment voorhanden is. En als op het moment dat een nieuwe techniek komt, dan is dat de volgende stap. Maar als je dat niet in het begin hebt gedaan, dan hebben we dat mediamarktprobleem, dan koop ik hem nooit. En dan doe ik nooit wat. Nou, dat is het idee erachter. Dus u zegt, energietransitie is een stap voor stap proces. Kan ik het wellicht mee samenvatten? Ja, en je moet het vooral doen. Goed zo, mooie aanvulling. Vandaag wordt een nieuw plan aangekondigd. Een plan voor een innovatief energienet. Daarvoor treden ook een aantal nieuwe partners tot het convenant toe. De bestaande partners, dat is Eneco, Gasterra, NAM uiteraard, de gemeente en Philips. En wie komen erbij en waarom? Oh, dat is een test, ik hoop dat ik ze nou allemaal bereid hebben. Liander, TNO... Entrance uiteraard. Liander is natuurlijk eigenlijk zeer voor de hand liggend, want dat is het netwerk. En dat is, ja, daar kun je niet zonder. Maar dat is ook de leuke vraag van, als wij nou opeens allemaal zelf energie gaan staan opwekken, wat doet dat dan met het netwerk? Nou ja, dat is een mooie test. Dat doen we overal in de wereld, maar ook hier. Maar de wetenschap, TNO, Entrance en alle onderwijsinstituten en bedrijven die daar weer achter zitten, dat is ook onmisbaar. Want wil je echt volgende stappen maken en dingen testen, dan heb je die wetenschap daar ook bij nodig. Ik heb wel eens een keer tegen de rector van TU Delft gezegd, wat doet u ook aan toegepaste wetenschap? Dat was een beetje een pijnlijke opmerking. Want wetenschap moet doorgaan, maar je moet het ook toepassen. Dat is weer dat doen. Maar wij hebben hier op Ameland de gelegenheid om, laten we zeggen, wat men elders in het laboratorium bedacht heeft, om dat hier in de praktijk te testen. Nou, dat is weer ideaal. Is goed voor het eiland. Brengt ook weer nieuwe reuring op het eiland. Brengt wetenschap naar het eiland. Brengt docenten en studenten naar het eiland. En ook dat is weer goed voor de omgeving. Heel mooi. Ja, en dat bekrachtigen van die samenwerking, dat gaan we hier ter plekke doen.
En ik wil u graag als eerste uitnodigen om uw handtekening op deze maquette te zetten. En daar links ziet u een pen en het logo van de gemeente Ameland. En het moet echt onder dat logo, dus dat vereist enige precisie. Maar dat moet... Nee, dit logo. Voor... Ja. Nou, heel mooi. En dan mag Erik van Herel namens Eneco naar voren komen om ook zijn handtekening te zetten op weg naar alles wat nog komen gaat. En dan krijgen we Flip van Kooten van Gastella. U bent de volgende. Gastella die doet al vanaf het eerste uur mee, net als Eneco overigens ook. Nou moet ik even diep nadenken. Oh, dan hebben we Jan-Jaap Auwe, de nieuwe partner namens de Hanze Hogeschool Groningen Entrance. Ook aan u wordt de vraag gesteld om uw handtekening. Dan krijgen we Harold Veldkamp van Liander. Heel mooi. Ante Frens van NAM, ik ben de volgende. Volgens mij doe ik het dan op alfabetische volgorde, maar dat moeten we terugzien achteraf. Philips, even kijken. Ah, ja. Heel mooi, dankjewel. En als last best, TNO, René Hoijven. En zometeen na deze plenaire bijeenkomst, dan is er de mogelijkheid om alle partners dus individueel te vragen te stellen. Ja, een applaus. Heel goed. Nu is convenant 3.0, zoals wij het intern noemen, officieel bekrachtigd en officieel van start. Albert, ik zie hier een maquette liggen. Nou, ziet het er heel mooi uit. Kan jij iets zeggen over die damstenen en de samenwerking met de lokale bevolking? Want dat is een essentieel punt in het vervolg, hè, van om het innovatieve netwerk succesvol te maken. Wat is de rol van de eilanders en waarom dan deze maquette? Ja, nou ja, dat was vandaag in het journaal was dat ook een item in de zin van we zijn nu in gesprek met de bevolking. Nou, dat zijn we al vanaf het allereerste begin. En ja, dit soort ontwikkelingen die komen te voet. Dus het is beslist niet zo dat iedereen direct staat te springen van aha, fijn, ik ga eens even lekker met de duurzame innovaties bezig. En dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat er ook een noodzaak moet zijn om dat te doen. En wij leven in een heel erg welvarend land. Dus de noodzaak is niet altijd aanwezig om het gevoel te hebben dat je iets moet doen op dat gebied. En dat moet intrinsiek van binnenkomen. Mensen moeten het gevoel hebben dat je een bijdrage kunt leveren. Dat dat belangrijk is. Dat dat misschien zelfs een belangrijke bijdrage is voor de toekomst. En misschien wat minder belangrijk voor jezelf is. Maar het moet ook fun zijn. En ik merk gewoon dat dat fun is. Bij mij is het fun. Maar ik merk ook dat er bij steeds meer mensen de lol ontstaat om wat te doen. Ik heb dat wel eens uitgelegd. Ik doe al 30 jaar mee aan de staatsloterij. Met mijn vrouw samen, wij winnen nooit wat. Hopen elke keer weer op iets. Levenslang 10.000 euro per maand lijkt me echt leuk. Maar wij krijgen het niet, dat gebeurt allemaal niet. Als wij eens een keer 500 euro zouden winnen, nou, dan vieren wij dik feest in Huizen de Hoop, want dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar ik bespaar jaarlijks minstens zo'n bedrag alleen al op elektriciteit door middel van mijn LED-verlichting. En daar vier ik geen feest over. Elk jaar win ik de staatsloterij. Maar ik vind, dat gevoel geeft het niet. Nou, en dat is het gevoel waar we met de bevolking ook over bezig zijn. Van, nou, wat doet het nou met jou? Hoe leuk is dat nou? En ik moet zeggen, ik neem ook het voorbeeld aan Frits, mijn kapper. Frits Kienstra, ik mag het hier wel zeggen. Beste man, houdt er toch binnenkort mee op.
Maar Fritsen, die hoefde dit allemaal niet. En als ik dan bij hem in de stoel zat, dan hadden we het erover. En dan zei hij, ik heb dat niet nodig en zo. En ik kwam daar een keer en toen zei hij van, voordat ik in de stoel ging zitten, wil je even meelopen? En ik liep mee naar de meterkast. Toen wist ik al hoe laat het was. En daar hing zo'n omvormer. Dus hij had zonnepanelen op zijn dak. En hij is nu een van de grootste ambassadeurs op dat gebied, want hij is dol enthousiast en zit regelmatig in zijn meterkast te kijken hoe het daar gaat. Nou, dat is fun. En ik denk dat we dat over moeten brengen op iedereen. En dat begint echt ook op het eiland goed te leven. We hebben natuurlijk onze uitingen in de nieuwsbladen gehad. En in de Amelanger en alle andere bijeenkomsten die we hebben. En ook de bijeenkomsten die we nu aan het doen zijn. Dat mensen daar gewoon lol aan moeten gaan krijgen. Dat dat goed is voor alles en nog wat je doet. Maar dat het ook vooral leuk is om te doen. En ik ben van mening dat leeft nu breed op het eiland. Kan nog breder. En uiteindelijk moet ook iedereen dat doen. En eigenlijk elkaar de loef af willen steken wie de beste is. Dat zou het mooiste zijn. Mooi. En deze maquette, die dient als praatplaat, om het maar even plat te zeggen. Om het innovatieve energienet samen met de inwoners te gaan inkleuren. En ik hoorde vanochtend op NOS was dat, dacht ik, of Radio 1, weet niet meer, de discussie gisteravond in Ballum. Komt ook altijd het onvermijdelijke. Ik kreeg daarnet ook een paar mails, onderwerp windenergie komt voorbij. Dat is een gevoelig onderwerp. Wij hebben hier in dit Waddengebied daar afspraken over gemaakt, internationaal, met Duitsland en Denemarken. Dat in dit gevoelige gebied je niet van die grote megamolens moet neerzetten. Niet in zee, niet op het eiland, niet in de Waddenzee. Maar daar kun je wel vrij gemakkelijke energie mee maken. Even los van of het wel zo duurzaam is, maar je kunt er wel gemakkelijke energie mee maken. Nou, die discussie is gisteren kennelijk onder de bevolking leeft dat ook wel. In de zin van, waarom zetten we er niet drie molens neer, zijn we in één keer klaar. En toch is dat niet fun. Het is leuker om het zelf thuis te doen. Het is leuker om zelf bijdragers te leveren dan iets ergens ver weg waarvan je denkt, het is afgekocht, het is wel klaar. Dus ik hoop ook dat die discussie op het eiland ook gaande blijft. En ik kreeg net weer een appje van iemand die kennelijk weer een of ander nieuw molentje heeft uitgevonden die je onder de grond kunt stoppen of zoiets dergelijks. Nou, het zou wel. Maar wat wij hier op het eiland nu doen in die discussies is, wat kan, wat kun je? Nou, en er kan heel veel. Nou, waarom zou je het dan laten? Gewoon doen. Heel mooi. Hartelijk dank. U mag plaatsnemen. We weten nou iets over de huidige stand. Dank. En de visie van duurzame energie op Ameland. Maar de aanleiding voor zo'n slim en of innovatief energienet, daar hebben we het eigenlijk nog niet voldoende over gehad. Er is een filmpje gemaakt, dat laat ik graag aan u zien. Nederland wil verduurzamen op het gebied van energie. Dat vraagt om duurzame bronnen en een andere aanpak, thuis en in de industrie. Het zorgt voor veel uitdagingen waar we nog niet alle antwoorden op hebben. Ameland gaat deze uitdagingen graag aan. Het eiland is de perfecte proeftuin om energiestromen slim toe te passen. Er wordt op Ameland al jaren hard gewerkt aan een CO2-neutrale energievoorziening. De partners van Covenant Duurzaam Ameland realiseren samen met bewoners en bedrijven al veel duurzame initiatieven. Nu staat Ameland voor de volgende uitdaging. Het wil 15 tot 20 jaar voorop lopen in de energietransitie. Daarvoor stappen we onder andere over van gas naar elektriciteit. De NAM wil bij aardgasproductie duurzame elektriciteit gebruiken om uitstoot te vermijden. Dat verdubbelt de vraag naar elektriciteit. Ook stappen we over van aardgas naar groen gas en wekken we groene stroom op. Maar waar halen we deze energie vandaan? Nog een uitdaging. Vraag en aanbod van energie zijn niet altijd in balans. Natuurlijk verandert ook het gebruik van aardgas door de komst van biogas en waterstof. Er zijn slimme oplossingen nodig, zoals energie uitwisselen, opslaan of omzetten. Alle duurzame stromen moeten goed op elkaar aansluiten. Hoe zorgen we hiervoor? Hoe houden we dit alles betaalbaar? En hoe zorgen we dat de schoonheid van Ameland behouden blijft? Duurzaam Ameland en de Amelanders slaan hiervoor de handen ineen. Samen gaan we op weg naar de energie van de toekomst.